Zo zie je maar. Zo ga je zomaar over de 400.000 grens. De teller staat inmiddels op 404.365 deelnemers. Cultuuractie.nl, deel de website met zoveel mogelijk vrienden en kennissen. Zorg ervoor dat we er nog veel meer deelnemers bij krijgen. Bij mij aan tafel inmiddels Rick Wolf Overtoom. Jij treedt individueel op met jouw gedichten. Mm-hmm. En je staat onder andere op de parade. Ja. Met poffertjes? Ik werk inderdaad bij de poffertjes, ja. Ja, daar help ik de experience. Dit jaar waarschijnlijk geen parade, hè? Nee. Ik ben er vorig jaar geweest. Wat een geweldige sfeer toch weer ieder jaar, hè? Ja. Het was zelfs een jubileumjaar, dus het is helemaal zuur. Zonde. Ja. Echt zonde. En wat maak jij als dichter? Ik ben wel een beetje maatschappij kritisch, maar ik merk eigenlijk dat ik vooral aan het Maar ook dichten... echt opinierend, zeg maar? Nou, eerder filosofisch. Ik hou niet zoveel van politiek, denk ik, maar meer een beetje filosofische vraagstukken. Maar ik merk dat ik eigenlijk vooral aan het dichten word gezet als ik iets leuks heb meegemaakt. Dus ik noem mezelf soms wel een blije tijdsdichter. Dus als ik in contact ben met leuke dingen, dan dat zet mij aan het dichten. Je begint met maatschappij kritisch. Ja. Vervolgens zeg je blij. Ja. Het klinkt heel optimistisch. Alsof de maatschappij een positieve richting opgaat. Alsof het bijna niets is om kritiek op te hebben. Nee, ja, het begint positief, maar uiteindelijk komt er altijd een twist. Een kritische noot naar voren, zeg maar. Ja, ja en maak jij je zorgen? Om deze sector? Om jouw werk? Om jouw toekomst? Ik maak me geen zorgen om mijn toekomst. Ik geloof ook wel dat eigenlijk in deze periode dat ik heel veel inspiratie juist opdoe. En dat wij ook als cultuursector juist ook heel veel inspiratie hieruit kunnen halen. Dus misschien nog alleen maar sterker uit kunnen komen. Ja, maar er moet ook wat te verdienen zijn. En dat is het grote probleem natuurlijk. Als mensen niet worden in de cultuursector worden gehouden, dan kunnen we inderdaad niet verder. Want kan jij nu leven van je werk als dichter? Nee, en dat doe ik eigenlijk nooit. En zo is eigenlijk cultuur was voor mij heel vaak aangeprezen van ja, je kan er niet alleen van leven. Je moet er nog iets naast gaan doen. En wat doe je? Ik doe dat zeker, ja. Wat doe je ernaast? Ik verkoop groene stroom op straat. Dus dat mag sinds kort weer. Ik mag weer mensen blij maken op straat met een kort praatje. En ik zie het ook een beetje als een act. Vind je het dan erg dat je er iets bij moet doen? Of zou je het liefst gewoon niet hiervan willen leven? Want je zegt, ik heb het altijd al zo gedaan. En je vertelt het ook alsof je daar eigenlijk helemaal geen problemen mee hebt. Nee, ik vind het echt heel jammer dat in de zomer dat ik gewoon niet mijn vakantie eindelijk met een mensen kan delen waar ik eigenlijk heel graag bij ben. De cultuur van de parade. En daar ook een beetje mijn geld mee kan verdienen. Ik vind het gewoon heel zonde dat gewoon niet gaat. En dat eigenlijk nu is heel mijn jaar is eigenlijk groene stroom verkopen. En dat had ik niet zo voor me gezien natuurlijk. Nee, en waarom ben je hier vandaag? Ik ben hier vandaag eigenlijk als bezoeker ook wel. Ik ben ook een heel erg cultuurgenieter. En dat zijn we denk ik allemaal. Maar ik denk ook heel erg dat de mensen die altijd op bezoek komen ook heel erg getroffen worden. Die zitten hier vaak niet. Maar ik weet, als ik bij de poffertjes zit, al die kleine kindjes. Ja, en ik. En jij, ja. Jij komt ook op mijn schoot dan. Ja. Het is elk jaar is het gewoon een belevenis weer voor die kinderen. En dan hebben ze weer foto's op de wc hangen. En dat mis je? Ja, ik mis dat heel erg. En ik denk, misschien zij net zo. Alleen is het misschien niet voor hun voor levensbelang, maar op lange termijn is de invloed, denk ik wel, kan het echt wel een hele grote impact hebben als een kind absoluut. In een park moet blijven. Ja. Wat ga je voordragen, Rick? Wat ik ga voordragen? Nou, ik had 4 korte gedichten. Ik hoorde dat we niet per se heel veel tijd hebben. Wat ik graag nog heel even wilde, want ik had hier een vreemd woordenboek. Vreemd woordenboek, ja. Pocket woordenboek, vreemde woorden. Ja, en daar staat ook het woord cultuur in. Want ik vond het zelf heel moeilijk om het cultuur eigenlijk te duiden. En ik vond dit wel een mooie omschrijving. Er staat hier de veredeling van de geest. Dat is mooi. Ja, en dat is eigenlijk gewoon poëtisch in zichzelf. En je gaat 1 gedicht doen? Ik ga nu 1 gedicht doen, ja. Want anders wordt het heel erg lang en alles. Dit is 1 gedicht dat ik goed uit mijn hoofd ken. Dus ik ga ervoor staan. Denk ik. Rick Wolf Overtoom, jongens. Ik zie tussen ons in. Mezelf reflecteren.
Als gevangen in spiegelbeelden, mimiek door een leven dat ik afspeel met jullie als publiek. Lieve kijkers, wie ben ik? Ben ik een vreemde of ben ik bekend? Een alwetende man of een algemene vent? Die jou nooit echt kennen zal. Ah nee. Want het liefste zie ik ons. Tussen ons in. En dan eindig ik graag met dankjewel iedereen die wat voor jou betekent. Ik wel. Dus dankjewel. Rick, mag ik jou nog één ding vragen? Altijd. Namens hoeveel mensen teken jij vandaag? Ik dacht ik teken voor de mensen die net als ik een beetje in de opstartende fase zitten. En dat zijn eigenlijk bijna alle medewerkers, heel veel medewerkers die ik ken op de parade. Maar 3 mensen wil ik eigenlijk inschrijven. Het zijn er niet zoveel, maar dat ben ik. Dat is Max, dat is mijn regisseur waar ik ook een toneelstuk mee doe. En het is mijn vriend Bernard, huisgenoot, die ook gewoon die doet productie en alles. En alles loopt dicht. Dus die 3 mensen wil ik even uitlichten. Zet het erbij. Ja. Dankjewel, Rick Wolf Overtoom. Ja. Top man, super. Dankjewel.